Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Fleur is over 1 week jarig en het leek mij wel leuk om haar een cadeautje te geven. Dus ik geef haar een bear. Een beeldenbeer. Misschien zag je het ook al op de achtergrond. Ik sta nu in de beeldenbeerwinkel en ik ga dus een beer voor haar maken. En ik ga jullie stap voor stap meenemen. We staan nu bij stap 1 en dat is choose me. En dan moet je als eerste dus een beeldenbeer uit gaan zoeken. Dat gaan we nu doen. Ik zit hier echt allemaal verschillende. Ik kan niet zo goed kiezen. Het is allemaal leuk. Ik vind het hier voor de hart. Deze de reindeer, maar die is dan alleen voor kerst. En ik wil gewoon het hele jaar, zeg maar. En ik kan knuffelen. En dat vond ik die ook wel leuk. Deze. Dan heb ik een hondje. Super schattig. De oortjes staan wel omhoog, maar nu horen het ook. Ook leuk met deze kerstmuts. Deze vind ik heel leuk. Ik denk dat ik deze ga doen. Ja. In deze bakken liggen de knuffels zonder vulling erin. Dus ik pak er gewoon eentje. Deze. Ziet er echt heel zielig uit. Maar die ga ik nu laten stuffen, want dat is stap nummer 2. Puppy sounds. Or you can record your voice. We are right. Jingle bells. And then we have holiday bells. Those are new. And then we just have like a bunch of them. You can check them out. Now watch me whip. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae nae. Met dit apparaat kan je een geluidje in je beer stoppen, in dit geval een puppy. En dit zijn alle geluidjes die je kan gebruiken. Er zijn een heleboel zoals jullie kunnen zien. En je hebt bijvoorbeeld hier een lach. Dit kan je dus gewoon op zo'n bandje zetten. Die doe je in je puppy. En dan, dan speelt hij zeg maar af als je hierop drukt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En ik zag er net ook puppy tussen staan. Die vond ik wel heel erg leuk. Gewoon omdat hij hier super goed bij past. And then pick out one of those, and then you're gonna put it on there, and it's gonna load onto it. Cool. Alright, so go ahead and pick it up, and then give it a squeeze test to make sure that's how you. Cool. It works! Van er ook een geur aan te voegen, wat wel super speciaal is. I don't know which one. They all smell pretty good except for pizza. Pizza's really bad. And so I can like have you try some out. This one's got candy. Cool. They smell pretty good. Ik ga voor de cotton candy omdat die gewoon super lekker ruikt. So I'm gonna put the sound right in this ball right here. Alright. And then when you're ready, you can step on. Ik mag nu het gaspedaal in drukken zodat de stuffing erin gaat. Daar gaat ie. And are we making them like we want them a little firm, or we just want them like squishy? They're like squishy. Alright. Alright. And then you can give them a squeeze and make sure this is how you want it. Yeah. Yeah. Okay. Cool. Where do we want to put the scent in? In his head? In his belly? Anywhere you want. Maybe like in the middle. Okay.
and then you can pick out a heart. And do you want to do the heart ceremony? Yeah. Yeah? Okay. All right. So I'm holding him, and then we're going to warm it up so it's a warm, cuddly heart. Yep. Pat, do you get the heartbeat going? Put it on a funny bone so it always laughs at her jokes. Rub it on her hair so it never has a bad birthday. Rub it on her toes so it's totally awesome. Gonna put it on her knees because it needs good friends like you. And then we're gonna rub it on her head so it's super, super smart like you. And then we're gonna put it on her ear so it's really good listening like you. And then we're gonna put it on her nose and close your eyes and make a big wish. And seal the wish with a kiss. And you can put it in the ear. And then I'm gonna sew them up for you. Thank you. Het is zo schattig. Ik vind hem echt, echt, echt heel leuk. Ik denk dat jullie heel blij mee gaan zijn. We gaan hem nu aankleden. Ja, laten we het gaan doen. Hij lijkt trouwens heel lekker. En hier zijn alle outfits voor Dorms. We gaan kijken wat we gaan doen. Dit is gewoon een hondenvoer. Omdat de kerst aankomt, hebben ze ook allemaal kerstjurkjes. Ik denk dat ik deze er gewoon bij ga doen, omdat ze hem dan leuk kan aankleden voor de kerst. En ik vond deze eerlijk gezegd wel heel erg leuk voor gewoon. Er staat ook Promise Pet. Het is zo leuk, het is gewoon een roze shirtje. En ik vond dat deze roze schoentjes daar wel heel goed bij passen, omdat ze ook helemaal roze zijn met allemaal glitters. Super leuk. Deze kerstmuts vond ik wel heel erg leuk voor bij dat kerstshirtje. Het is gewoon helemaal een kerstsfeer. Ik word er wel helemaal blij van. Ik heb trouwens echt zin in kerst. Nou, de knuffel die heeft zijn eigen huisje gekregen. Totdat ik hem aan Fleur gegeven. Ik kan echt niet wachten op haar reactie. Ik vond het echt super leuk om te maken. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat vond, geef me zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken. En ik zie je volgende keer weer. Doeg!